Een coalitie van bedrijfslevenorganisaties heeft een onderhoud met de regering gehad om dienstvisie te vernemen op het stuk van local content in samenwerking met multinationals. De ontmoeting vond plaats op donderdag 20 mei 2021 op het kabinet van de president. Wilgo Belkerdijk van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA, blikt ingenomen terug. Zowel het staatshoofd als de bewindslieden hebben middels presentaties hun inzichten gegeven op local content en de development finance. Partijen blijven met elkaar in overleg om beleid op dit stuk uit te zetten. U hoort Wilgo Belkerdijk. Nou, laat me het zo zeggen, we hebben de president een weekje terug geschreven om dus in feite die coalitie van bedrijfslevenorganisaties, ik noem ze straks even, om ons uit te nodigen om te bespreken twee zaken. Eén is eigenlijk het local content beleid. En het is een veel geroepen de laatste tijd, overal hier en daar te pas en onpas, dat van local content. En het tweede was dus development financing, dus financiering voor ontwikkeling. En we hebben dus in principe heel snel, buiten verwachting om zelfs, snel die afspraak gedaan gekregen. We waren zelfs verrast dat er zo'n grote setting was van ministers die erbij zijn. Dus eigenlijk dat die interesse heeft ons wel gesterkt en we waren dus eigenlijk heel erg content met die ontmoeting. Inhoudelijk kan ik zeggen dat we dus ook nog heel erg content zijn met wat allemaal is gepresenteerd. We hebben een presentatie gedaan, de ministers hebben allemaal een eigen presentatie gedaan. En uiteindelijk is het de bedoeling dat we dus vanaf nu, eigenlijk op korte termijn weer bij elkaar komen, bilateraal, om een x-aantal zaken uit te werken. Waar het om gaat eigenlijk concreet, is dat we dus eigenlijk van de overheid verlangen dat ze met betrekking tot local content wel die policy gaan formuleren. Voor de kijker is het van belang te weten dat die local content, zoals de naam het eigenlijk zegt, local content, lokale bijdrage, dat wordt geformuleerd en dat is in principe vanuit de regering, samen met het bedrijfsleven, een formulering komt voor ons. Want het is wel zo dat in overeenkomsten met de oliemaatschappijen en de goudmaatschappijen, die multinationals, om het maar zo te zeggen, dat er met hun wel een local content afspraak is, zijn gemaakt in verschillende overeenkomsten. Maar het is voornamelijk naar ons gevoel geformuleerd door die multinationals. Wat dus nu aan de orde is, dat we dus eigenlijk, en gelukkig staat de overheid daar helemaal open voor, dat de overheid een formulering doet. Wat je dan wel hebt, is dat in principe die formulering een afstemming is tussen de private en de public, dus de overheid en het bedrijfsleven. Maar het gaat niet kunnen ingrijpen in de bestaande overeenkomsten. Wat je wel wil hebben, is dat met basis van de bestaande overeenkomsten je wel kijkt van, maar hoe kan je het wel doen? Dus dat is de positie waar we zijn. Ik wil dus toch nog gaan naar het noemen van de bedrijven, organisaties, bedrijven, bedrijfslieve organisaties, hè, niet bedrijven, bedrijfslieve organisaties, die hierbij betrokken zijn. Dus natuurlijk de ASFA, we hebben de SIATA erbij, we hebben de pluimveesector, VCWS hebben we erbij, we hebben de melkboerensector erbij, we hebben ACMOS erbij. We hebben overigens ook nog een arrangement met SSB, het standaardbureau, omdat voor ons wel van belang is dat we met die bedrijven die producten en diensten willen leveren, wel gaan voldoen aan een X-standaard. En daarvan dat het standaardbureau ook mee is gaan in direct. Zij waren vanavond niet hier, omdat dit gesprek met de regering eigenlijk meer beleidsmatig is en eigenlijk een beetje politiek getint kan zijn. En we willen dus eigenlijk die organisatie niet willen complimenteren, maar het eigenlijk een parastale organisatie is. Dus al bij al zeg ik van, we hebben dus zeker wel een goed gevoel bij de sessie van vandaag. De president en de ministers hebben toezeggingen gedaan, waar we ze op aan gaan binden natuurlijk. Maar het gevoel is goed. Dus eigenlijk hebben we dus ook nog nu in de making, en dat wordt gearrangeerd door de regering, om met staatsolie ook een onderhoud te hebben. We hadden het al een beetje in beeld, maar dus nu gaat het formeel vanuit de regering gaan. En dat maakt het een stukje makkelijker. Dat zet die deur een beetje breder open. COVID moet je niet zien in dit kader. COVID gaat van belang zijn voor de hele economie.
Dus als je nou local content doet of gewoon ordinaire importen. COVID heeft eigenlijk de maatregelen waar we ons aan gaan moeten houden. De bedrijven zijn grotendeels hebben bedrijven inderdaad ook wel protocollen waar ze zich aan moeten houden. Maar waar het dus nu om gaat, zijn protocollen voor local content, voor alle duidelijkheid. Dus local content heeft in feite voor ons is het van belang dat we met de beleidmakers die formulering gaan doen. Want we hebben ook niet helemaal uitgekristalliseerd van hoe het zou kunnen. We hebben namelijk ook geen inzage gehad in de overeenkomsten, maar het is eigenlijk een agreement tussen de staat met die maatschappijen. En we hebben wel van hier en daar wat informatie, maar formeel beschikken we niet over die documentatie. Het is ook wel de bedoeling dat we dus nu juristen aan het werk gaan zetten en het gezamenlijk met de overheid om in principe uit te werken hoe we invulling kunnen geven aan local content policy. Dus de bedoeling is in feite dat we vanuit die organisatie, nu hebben dus de voorzitters en de secretarissen gehad van die verschillende organisaties, en zij gaan dus intern weer doorcommuniceren naar hun leden. En het is sowieso de bedoeling dat we in deze coalitie van bedrijfsleven organisatie weer verder gaan. Dus daar in feite is geen kijf over. We gaan dus inderdaad wel verder. Maar communiceren naar de leden toe is aan die specifieke organisaties toebedeeld. Wij gaan niet bemoeien aan de mannen hun teories, want zij weten wie hun leden zijn. Zij moeten dat in orde maken. En dan blijven we gewoon op voorzittersniveau samen met de secretarissen wel in overleg. En dat gaan we dus ook zo blijven doen met de regering. Je wil wel hebben dat je dus een stukje van de pie, welke is die olieindustrie, dat je een stukje terugbrengt naar huis. En natuurlijk is het zo dat de oliemaatschappijen belasting gaan betalen. Ze gaan die revenue afdragen. Maar we willen een stukje meer hebben. Want in feite gaan ze ook nu diensten hebben, nodig hebben. Ze moeten ook eten. Ze gaan alles wat andere activiteiten hebben die door lokale companies kan worden geleverd. En dat is in principe waar het om gaat. Dus je wil dit hier in orde krijgen, zodat er een toestroming komt naar de lokale bedrijven. En het zijn producten en diensten die er dus kunnen worden geleverd. Maar dat gaat betekenen dat mensen een betere betaling gaan hebben. Want eigenlijk wat je nu hebt, en het is misschien lastig om het te zeggen, maar dus met de situatie die we hebben, waarbij we dus eigenlijk die zware klappen die de economie heeft, heeft mensen eigenlijk strikt genomen gewoon verarmd. Maar hiermee, en we hebben geen handen genoeg om te leveren voor deze industrie, en we gaan een stukje verder ermee. We zeggen van als we de ruimte krijgen om te groeien middels local content, zijn de bedrijven ook ready om die exportmarkt toe te treden. En dat gaat simultaan gaan. Dus eigenlijk als je ready bent, je volume groeit, je kwaliteit groeit, ben je ready voor de exportmarkt. Dus dat is een belangrijk onderdeel, maar het gaat betekenen dat mensen beter gaan verdienen. Dus eigenlijk is het een beter bestaan voor de arbeidsklasse, kun je zeggen, maar natuurlijk ook wel de ondernemers. Ik vind daarnet op bilaterale presentaties, zijn er nog andere gesprekken gepland met de regering of zo niet met de ministers? Ja, dus die bilaterale gesprekken zullen gaan met die specifieke ministers of specifieke gebieden. Dus dat is de bedoeling van die bilaterals eigenlijk. Anders krijg je een situatie waar elke minister zijn verhaal wil doen. Maar dan wordt die setting te groot of te lang. En dat wil je niet hebben. Je wil heel erg concreet toegespitst zijn op het beleidsgebied van een specifieke minister. En dat is eigenlijk de bedoeling van die bilaterals. En dat gaat ook met een staatsolie gebeuren. Dus eigenlijk, dat alles hebben we dus in handen van de regering gegooid om dat te arrangeren. Dus zij gaan dus nu, komt er een rooster van welke minister wanneer en wanneer staatsolie ook. Staatsolie doet, zoals we begrepen hebben, de komende week een presentatie voor de regering met betrekking tot local content. Dus dat is helemaal opportun. Dus het moment is juist. En de bedoeling is dat we ook van hun, de staatsolie dus, een presentatie krijgen. Dat we daar ook wel kunnen vernemen van hoe zij ernaar kijken. En wat voor ons als private sector de opportunities zijn.